Ja, we leven in een boeiende tijd. De opbouw van het digitale ecosysteem, zoals ik dat noem. De robotisering, automatisering, big data, machine learning. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op alles wat we doen. En op de hele maatschappij, de hele samenleving. Moet je zich voorstellen hoe deze dag eruit gezien zou hebben zonder al die digitale techniek. Een hele andere dag zou dat zijn geweest dan vandaag de dag. Er zijn bij die impact van alles wat digitaal is natuurlijk altijd zorgen geweest. En dat is enorm versterkt een jaar of vijf geleden. Dat er heel veel banen zouden gaan verdwijnen. Robots pakken al onze banen af. Grote kop in de krant. Een studie uit Amerika. 46% van alle banen gaat verdwijnen. Inmiddels is daar veel beter naar gekeken. En als we op dit moment kijken naar de situatie in Nederland, dan is het niet zozeer dat er straks veel mensen te veel zijn op de arbeidsmarkt, maar eigenlijk twee andere dingen aan de hand. De vraag is, zijn er wel geschikte mensen op de arbeidsmarkt? En zijn er wel genoeg? Nou, dat is op dit moment denk ik de grote uitdaging als we kijken naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Twee dingen, het geschikte. Wat betekent dat? Nou, het is een heel natuurlijk proces op de arbeidsmarkt en in de economie ook. Dat verdwijnen banen en er komen nieuwe banen bij. En de afgelopen decennia hebben we dat weten in te vullen door ook het feit dat het arbeidsaanbod steeds groeiender was. Dus er kwamen steeds meer mensen op de arbeidsmarkt, veel jongeren. En die waren ook meteen al bijgeschoold, zeg maar. Dus die hadden ook het hoogste opleidingsniveau van dat moment. En konden eigenlijk vrij moeiteloos in al die nieuwe banen gaan deelnemen. De nieuwe situatie is, voor de komende decennia, is dat dat arbeidsaanbod wordt vlak. En dat betekent dus dat er evenveel mensen uitgaan als er bijkomen. En dan zou het zomaar eens een enorm knelpunt kunnen worden of er voor al die nieuwe banen ook wel mensen zijn. Want die nieuwe banen vragen wel allemaal inzicht en vaardigheden vanuit die huidige digitale wereld. En hebben de bestaande mensen allemaal die vaardigheden wel? U in de zaal, nou, dan bent u denk ik niet doorsnee Nederland, maar u in de zaal, denkt u dat u voldoende digitale vaardigheden hebt om de baan van morgen, die toch echt wezenlijk anders is dan de baan van vandaag, of je die nog kunt vervullen? Nou, dat is de vraag. Dus er zit een enorme vraag naar bijscholing, omscholing en herscholing. Maar het was er dus niet alleen, zijn er geschikte mensen, maar zijn er ook genoeg mensen. En dat biedt kansen. Het biedt kansen voor die meer dan 1 miljoen mensen die op dit moment nog aan de kant staan. Die graag zou willen werken, maar niet kunnen werken door een afstand tot de arbeidsmarkt. Misschien ook door een arbeidsbeperking. En wat het aardige is, dat we op dit moment ook die nieuwe technologieën in kunnen zetten om ook dat soort mensen aan werk te helpen. Nou, wij zijn op dit moment bezig van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar ik werk, om vanuit een coalitie van technologie en inclusie, om te kijken of we met die nieuwe technologieën ook meer een inclusieve arbeidsmarkt kunnen krijgen. Dus al die mensen die op dit moment met een beperking langs de kant staan, en dat geldt voor 2/3 van allemaal mensen met een beperking, om daar veel meer mensen van mee te laten doen op die arbeidsmarkt. En dat kan dus omdat de vraag is, omdat er krapte is op de arbeidsmarkt, ook voor de komende decennia. Dus er liggen kansen en er liggen mogelijkheden. En die kansen en die mogelijkheden proberen wij bij elkaar te brengen. We zijn op dit moment middenin een challenge technologie en inclusie. U kunt nog meedoen, want de challenge sluit volgende week, geloof ik. Maar daarmee proberen we dus te kijken om of we nieuwe technologische concepten kunnen inzetten om inderdaad mensen met een beperking mee te kunnen laten doen. Nou, dat zijn hartstikke mooie mogelijkheden. Dat hebben we iets van laten zien in het site-event. TNO presenteerde daar ook hele concrete dingen van wat er dan kan. Met augmented reality, met voorbeelden die geprojecteerd worden op een werkplaat. En daarmee lukt het dus ook nu al om meer mensen aan het werk te krijgen. Nou, dat is een project waar we mee bezig zijn. En dat vond ik leuk om even te delen, omdat dat dus een heel ander beeld geeft van de economie en van de arbeidsmarkt van de toekomst dan we misschien in ons hoofd hadden. Er zijn dus heel veel kansen, maar er zijn ook heel veel uitdagingen. Dank u wel. Dank je wel. Bob.